Nesweep, dat is toch een triest beeld, zo'n lege bibliotheek, al die boeken staan te wachten. Ja, wij vinden het ook heel triest, want daar zijn we niet voor opgericht. Maar ja, we hebben natuurlijk ook niet veel keuze. De gezondheid gaat voor, dat is duidelijk. Mm. En de instructies voor ons zijn duidelijk. We moeten dicht. We hebben een paar dingen gedaan. In de eerste plaats, we hebben een hele grote digitale poot. Dus e-books en luisterboeken, die kon je altijd alleen. Het is nu een veel ruimere collectie. Die is overigens ook beschikbaar voor mensen die geen bibliotheeklid zijn voor een deel. Dus dat hebben we ook al ingevuld. Daar wordt ook, ik kreeg toevallig vandaag de landelijke cijfers binnen. Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. We zijn tot dusver eigenlijk helemaal dicht geweest. We hebben hier een hele kast vol met reserveringen staan. Wij gaan vanaf volgende week, ik denk dat ik het goed zeg, vanaf 29 april gaan wij op reservering boeken uitgeven. Hoe gaat dat dan? Je reserveert over de website, zoals je dat eigenlijk altijd doet. Wij maken hier een papieren tasje klaar waar jouw boeken in zitten. Wij sturen je een mail op welke tijd je het af kunt halen. Iemand krijgt een uur om het op te halen. Iemand meldt zich aan de deur en aan de deur krijgt hij het tasje. Hoe is het met kinderen? Hebben die nog speciale privileges? Nou, wij hebben natuurlijk Biep op schoolvestigingen. Die lagen ook stil, maar de scholen gaan weer open. En we zijn nu aan het kijken hoe we de Biep op school ook weer op kunnen starten. En normaal mogen kinderen die boeken alleen op school lezen. Ze mogen ze gedurende deze periode ook mee naar huis nemen. Alle boetes vanaf het moment van de lockdown zijn kwijtgescholden. Totdat we ze weer innemen. En we nemen ook geen boeken in. En dat komt omdat die boeken toch ook virusdrager kunnen zijn. Dus we nemen ze nu nog even niet in. Als het iets soepeler wordt wel, dan nemen we ze in en doen ze 3 dagen in quarantaine. En dan gaan ze weer in het circuit. Nu nemen we even nog niks in. En niemand hoeft een boete te betalen over de periode dat we dicht waren. Dus alles ligt helemaal stil. Dat is ook heel raar hoor, trouwens wel. Als je hier binnenloopt, vanochtend om 9 uur liep ik hier binnen. Het voelt heel raar. Normaal zeg je aan je collega's gedag, neem een bak koffie en ga naar je kantoor. Maar er is helemaal niks, een piepende vriezer, maar meer is er niet.